anderen ontmoeten, samen activiteiten ondernemen of gewoon even een kop koffie drinken. De wijk Klein Driene in Hengelo heeft sinds deze week een nieuwe ontmoetingsplek en die heet Bij Mozart. Dat is bedoeld voor inwoners die behoefte hebben aan een praatje of een luisterend oor. De nieuwe ontmoetingsplek aan de Mozartlaan 161 is een initiatief van Ixta Noa, Mediant en Wijkracht. Bij ons in de studio Moira Lozerij, ervaringsdeskundige bij Ixta Noa. Ja. Moira, ik zag je al op die kruk klimmen, het is een hoog ding. Ja, ik ben ook niet zo groot. Nee, ik kreeg bijna de neiging om je te gaan helpen. Maar... Dat kan ook verkeerd omwerken, dat je te lang bent. Ja. Laat me zitten. Laat maar. Vertel ik je zo meteen na de tijd. Ja, dat lijkt me heel verstandig. Ik weet niet of ik het wil horen. Maar waarom de verhuizing? Althans, waarom deze plek? Want het was een verhuizing volgens mij. Er was al een plek in Klein Driene, toch? Ja, verhuizing inderdaad. Okay. Het is meer een doorstart. En dit is echt gewoon een hele mooie locatie. Jullie moesten weg aan die andere locatie? Of nee, was het te klein? We moesten niet weg. En de locaties van Welbions. Maar deze locatie waar we nu dan zitten aan de Mozartlaan... zat eerst alleen Skills dan. En die is helemaal verbouwd. En volgens mij is het een oude school geweest. En nou, die ruimte is gewoon echt heel mooi... En, maar jullie hadden behoefte aan meer ruimte of een mooiere ruimte? Dat was eigenlijk gewoon een kans die zich voordeed. Ja, precies. Je dacht, dit is een mooie plek. En die genomen werd. Ja, zo moet je het eigenlijk zien. Ja. Dus mooi. En dat vroeg me nog even af, maar het is aan de Mozartlaan. Is dat ook de reden waarom het Bij Mozart genoemd wordt? Ik dacht natuurlijk meteen aan klassieke muziek en planten. Nee, echt omdat het bij de Mozartlaan staat. Herkenbaarheid is denk ik heel erg belangrijk. Vooral als je iets... in de buurt doet, voor de buurt. Ja. Hè, en door de buurt. Ja. Jullie zijn maandag open gegaan, hè? Ja, maandag zijn we daar begonnen. Een tijdje dicht gezeten dan ook? Een tijdje geen plek gehad? Of, bij Klein Driene hebben we gewoon daarvoor gezeten. Dus we zijn gewoon iets opgeschoven. Ja. En de week ervoor zaten we nog steeds bij Klein Driene. Okay. En maandag zijn we begonnen bij Mozart. Ja, en nou ja, goed, dan was de aanloop een beetje zoals die altijd is, kan ik me voorstellen. Of niet? Eigenlijk wel. Ja. Ja. Feestelijke opening nog gehad, taart, champagne. Nee, dat komt nog. Dat komt nog. Corona natuurlijk, gaan we weer. Ja, hadden we kunnen weten. Ja. Als het goed is hebben we een paar foto's, maar ik weet niet of dat echt klopt. Kijk dan eventjes online, maar dan gaan we even wat foto's. En dit is de nieuwe plek, hè? Ja, dit is de nieuwe plek. Ook veel parkeergelegenheid daar, dus dat is ook heel erg mooi. Dat is allemaal voor wijkbewoners. Jullie kunnen toch komen lopen of desnoods met een scootmobiel? Ja, die komt toch niet met de auto, hoop ik? Nee, maar er zullen er vast ook zijn die dat wel doen. We hebben ook best wel bezoekers die met een auto komen. En dit is, we zien nu een foto van een grote tafel. Nou, dat is inderdaad een soort leestafel, koffietafel. Dat is een mooi ding. Het lijkt vers gemaakt voor deze nieuwe plek, deze tafel. Klopt dat? Dat weet ik niet. Nee. Maar ik vind hem ook heel mooi. Maar het is ook gewoon heel fijn. Juist nu met corona, hè, je hebt die 1,5 meter afstand... wat je ook moet kunnen bewaren. Ja. Is het gewoon heel fijn dat je voor zoveel mogelijk mensen plek hebt. Want... hoe vaak zijn jullie open? Want het is niet elke dag van 9 tot 5. Hè? Nee. Hoe vaak zijn jullie open? We zijn alle werkdagen open en dan van 10 tot 12. Oh ja. En het is wel de bedoeling dat het uitgebreid wordt. Mm-hmm. En hoeveel mensen komen er dan op zo'n dag? Ik probeer me even een beeld te vormen. Nou, op dit moment is dat zo'n 5-6 gemiddeld. Op een ochtend. Hè? Ja. Dan zit je echt die 2 uur. Dus zijn dat elke dag zijn dat dezelfde 5 en 6? Of zijn dat steeds verschillende mensen ook? Nee, er zijn ook wel verschillende mensen. We zijn deze samenwerking vorig jaar begonnen. Dan heb je het over wij van Ixta Noa. Ja, Ixta Noa, Mediant en Wijkracht. Precies. En daarvoor was het voornamelijk vrijwilligers alleen die dat deden. En op een gegeven moment is de afspraak gemaakt met de gemeente... dat wij ook onze expertise en ondersteuning gingen faciliteren aan de vrijwilligers. En op een gegeven moment hebben we gezegd van... we gaan een goede basis creëren... zodat iedereen een plek kan hebben daar. En dus vrijwilligers zijn ook absoluut welkom... als mensen zich geroepen voelen in de buurt, in Hengelo. En denk, fantastisch, ik wil daar ook wat doen. Meld je daar vooral aan. Ja. Dank je voor je oproep, vooral doen. Ja. Hengeloers, luister daarnaar. Maar ik vroeg me even, wat voor mensen komen daar nou op zo'n dag? Het zijn wijkbewoners, denk ik allemaal. Maar wat voor wijkbewoners? Nou ja, iedereen die je in de wijk kunt vinden... Dus zijn wat jongere mensen, oudere mensen. Okay. Alles ertussenin. Ja. Dus mensen die iets eenzaam zijn. Maar ook mensen die het gewoon hartstikke gezellig vinden om te komen. Maar ook mensen die bijvoorbeeld tegen dingen aanlopen in het leven. En die dan behoefte hebben aan een luisteraar. Maar ook soms advies willen van... ik heb last van mijn buurman, wat moet ik doen? Ja, precies. En dan kunnen wij met die mensen in gesprek gaan en ook doorverwijzen naar de juiste mensen. Is dat het enige wat jullie doen? Zeg maar koffie drinken en praten? Of zijn er knutselclub? Geen idee, hè? Maar zijn er andere activiteiten die jullie doen? Ja, we willen weer activiteiten gaan opstarten. Zoals inderdaad bijvoorbeeld creatief. Maar er is ook een hele mooie sportruimte. Oh ja. Waar we graag gebruik van willen maken. Een hele mooie muziekruimte. Nee, maar echt. Ik zie het aan je. Ja, het is gewoon. Ik ben echt onder de indruk gewoon van die ruimte. Want het is gewoon. Ik vind het heel belangrijk dat er zo'n plek is. Hè, heel laagdrempelig waar gewoon iedereen kan komen. Ja. En kan doen waar die plezier uit haalt. En je vindt het heel belangrijk. Waarom precies? Nou, omdat dat niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is. Niet iedereen heeft mensen om zich heen. Niet iedereen heeft mensen om zich heen. En ook niet iedereen heeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld samen te gaan sporten. Of muziek te maken. Ja, soms vinden mensen het eng. Soms hebben ze financiële middelen er niet voor. Nee, en op deze manier maak je het toegankelijk. Nou ben jij ervaringsdeskundige bij Ixta Noa. We weten een klein beetje wat Ixta Noa is. Misschien nog even heel kort voor mensen die kijken en luisteren. Wat doet Ixta Noa precies? We zijn een ervaringskundige deskundige organisatie die zich inzet voor iedereen met een kwetsbare of psychische kwetsbaarheid of een onbalans. Dus als je in dagelijks leven tegen iets aanloopt en je wil daar graag iets over kwijt of je wil daaraan werken, dan kan dat in een van onze praktijkhuizen. Ja, en dat zijn aanloopplekken, dat zijn plaatsen waar je mensen kan bezoeken, zoals bij Mozart in Hengelo, waar jij dan zit. Bij Mozart is echt een inloop voor de wijk andere mensen uit Hengelo mogen daar ook gewoon komen. De praktijkhuizen zijn wel echt meer voor mensen die ergens tegenaan lopen in het leven. Echt een hulpvraag hebben en concreet ergens aan willen werken. Een ondersteuningsvraag hebben. Ja. Ja. Hey, nou ben jij ervaringsdeskundige. Ik ga je maar gewoon vragen. Dus jij weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om ergens een plek te hebben waar je verhaal kan doen. Ja, vind ik wel. Kan je daar iets over? Hoe belangrijk is dat voor jou geweest? Ik had dat niet. Ik had zo'n plek niet. Toen ik bijvoorbeeld in Enschede kwam wonen. Ik woon hier nu niet meer hoor. Maar toen ik 18, 17 was, kwam ik in Enschede. En ik kende hier niemand. Ik had hier helemaal niemand. Kwam je studeren of verhuizing met je over? Ik probeer even beeld te vormen. Ik kwam uit een pleeggezin. En ik ging op kamertraining. En zo ben ik hier in Enschede terechtgekomen. En ik had hier dus helemaal niks en niemand. En op een gegeven moment weet ik nog dat hier bij Meckleholt werd een buurthuis geopend. Daar heb ik een kijkje genomen. En ik voelde me daar geen aansluiting met de mensen daar. Ik voelde me meer gewoon een beetje een aapje wat binnenkwam. En iedereen keek naar mij zo, wat is dat dan? Oh ja. En dat vond ik heel eng en heel spannend. En dat vind ik dan ook het mooie aan van die inloophuizen. En ook zowel van Ixta Noa, maar ook gewoon met de samenwerking. Met Wijkracht en Mediant, zulke inloophuizen. Je bent daar gewoon welkom. Het maakt niet uit of je wel iets hebt of niet iets hebt. Als je gewoon een kop koffie wil en even gezellig wil kletsen. Is het goed? Ja. Maar heb je een serieuze hulpvraag? Is het ook goed? Ja, dan is het er ook. Hè? En dat kan op alle gebieden zijn. Van wonen tot psychische kwetsbaarheid. Ja. Is dat voor jou ook het motief geweest om dit te gaan doen? Om zelf als ervaringsdeskundige bij Ixta Noa iets te gaan doen? Dat je denkt van ik wil gewoon mensen die in een vergelijkbare omstandigheid zitten. Of die een verhaal, die wil ik gaan helpen. Ja, ik wil iets positiefs doen met alle negatieve ervaringen die ik had. Ja, cool. En dat is, ik ben super dankbaar. Ja, dat lukt heel goed. Ik vind het gewoon mooi als ik iemand de ruimte kan geven om zichzelf te zijn. Ja. Want niet iedereen voelt die vrijheid om dat te kunnen. Nee. Dus als je dat kunt bieden, nou, dat is gewoon heel mooi. Ja, en zo zonder namen en zo. En ik snap de privacy dingen en dat soort dingen. Maar met wat voor verhalen komen mensen dan? Weet je, in zo'n wijk, wat voor mensen wonen? Wat voor verhalen hebben die? Nou ja, hele mooie verhalen. Nee, soms gaan de verhalen over vroeger. Dan willen ze gewoon delen over de dingen die ze zelf hebben meegemaakt. Ja. Omdat ze bijvoorbeeld eenzaam zijn. Maar je komt ook mensen tegen die zelf op dat moment door hele heftige dingen gaan. Maar niemand die echt naar ze luistert. Mm-hmm. En dan vinden ze het heel fijn dat het dan toch iemand is die zonder oordeel, zonder stigma naar ze luistert. Kan jij iets met die verhaal? Met alle respect, je bent relatief jong. Ja. Toch? Ja, ik ga niet heel specifiek, dat mag ik nooit vragen van mijn moeder. Ik ben 32. Dank je. Nee, maar goed, dat is toch relatief jong. En daar komen soms, ik kan me voorstellen dat je gewoon heftige dingen hoort van mensen. Ja. Lig je daar nooit wakker of kan je daar wat mee dan op dat moment? Want ik kan dus die ruimte bieden. Ik kan die luisterend oor bieden. Soms dan willen ze ook zo van, goh, heb je tips of advies? En dan kan ik meegeven wat ik zelf geleerd heb. En dan misschien werkt het wel voor, misschien niet. En dat is genoeg. Ja. Snap je wat ik bedoel? Nee, snap ik. Ik kan ook, of hoe moet ik dat zeggen, doorverwijzen van, goh, is misschien dit iets voor jou of dat. Precies. Zodat ze wat meer kennis hebben van hun opties. Ja, precies. Hoe lang doe je dit nou? Ik ben nu ruim 5 jaar bij Ixta Noa. Dat is wel flink. Ik wilde je vragen, maar je kunt volgens mij heel... Maar kan je één verhaal noemen van zich, dit is nou zo'n voorbeeld waarvan ik denk, weet je, ik ben misschien op een rare manier dankbaar dat ik zelf dingen heb meegemaakt, zodat ik dit nu kan doorgeven. Heb je een verhaal daarvan, dat ik iemand daarmee kan helpen? Als ik jou dat vraag, welk voorbeeld schiet je dan te binnen? Nou, wat ik heel mooi vind is op dit moment, ik zit ook als wijkfunctionaris, werk ik bij Mozartlaan. Dus dat is voor mensen die verward gedrag vertonen of het gewoon heel moeilijk hebben, die begeleid ik dan of verwijs ik door. Dan begeleid ik nu iemand en dat is een ontzettend krachtige vrouw met 3 kinderen of 2 kinderen en die is op dit moment zwanger. En zij zegt tegen mij na de eerste gesprek al, terwijl ze al heel veel hulpverlening heeft en heeft gehad, oh, eindelijk iemand die luistert. Right. Eindelijk iemand die mij begrijpt. Oh, Moira, dit helpt. Zo fijn. En het enige wat ik gedaan heb is echt luisteren. Ja. En geen oordeel hebben. En zeggen, ik sta naast je. Zo. Jij kan dit. Het komt goed. Klinkt ook een klein beetje als bijna... een klein beetje een draai om de oren richting hulpverlening. Ik heb al zoveel hulpverlening gehad en ik hoor nu eindelijk iemand die mijn verhaal hoort. Kijk, weet je, ik ben zelf ook hulpverlener geweest voordat ik zelf uitviel ook. Soms willen mensen te graag helpen, waardoor ze aankomen met alleen maar oplossingen in plaats van op hun handen zitten, luisteren en opties bieden en de regie geven aan de persoon zelf. Want dan laat je iemand in zijn eigen kracht staan. Ja. En ik denk ook dat we dat op de inloop vanuit alle organisaties ook heel goed doen. En heel goed kunnen. En ik denk dat dat ook een cultuursverandering is die ook nu gaande is. In zorgland en in welzijnsland. Om echt te luisteren. En om de regie terug te geven aan de mensen zelf. Ja. Het niet voor ze te beslissen. Maar, ja, inderdaad. Okay. Want ik denk wel dat dat iets is wat gewoon een cultuurdingetje is. Nou, dankjewel. Hey, we kunnen hier niet eindeloos over praten. We moeten een beetje gaan afronden. Maar bij Mozart. Bij Mozart. In Klein Driene. In Klein Driene. In Hengelo. Ja. Voor iedereen. Maakt niet uit. Voor iedereen. En ik wil ook benadrukken, wij zijn wel echt organisatieoverstijgend. Wij zitten daar als Moira, Elvira, als Kisha en als Teersa. Wij zitten daar niet namens onze organisatie. Nee, precies. Je hebt geen plakplaatje op je hoofd van ik ben Ixta Noa. Wij zitten daar gewoon als onszelf. Right. En heb je het nodig, dan is die expertise en kennis er ook. Alle werkdagen tussen 10 en 12. Tussen 10 en 12. Right. En hou onze Facebookpagina in de gaten. Dan weet je ook wanneer we weer met heel veel mooie activiteiten komen. Geweldig. Moira, alles rijbers dat van Ixta Noa bij Mozart in Hengelo. Dankjewel. Jullie ook heel erg bedankt.